Oh, ho, ho. In deze coronatijden is het al extra zwaar voor kinderen. Maar wat als je nou in het ziekenhuis ligt? Dat is natuurlijk extra vervelend. En daarom brengt Make A Wish, samen met de kerstman hier achter mij, al afzeilend een extra glimlachje op het gezicht van deze kinderen. Dat doen ze door wat moois op het raam te tekenen. We willen ook hen laten weten dat we ze absoluut niet vergeten zijn. En ze eventjes wat vertier te geven op deze gekke dagen. De kinderen krijgen door de komst van de kerstman weer een glimlach op hun gezicht. Komen we voor de ramen van de kinderen en dan tekenen we daar mooie tekeningen op. En we spelen nog spelletjes met de kinderen. Bijvoorbeeld zo'n Tic-Tac-Toe of Pictionary. En dat is hartstikke leuk. En dat vinden de kinderen ook geweldig. Door de interactie met de kerstmannen, die lachjes weer verschijnen. En waardoor ze ook gewoon eventjes het ziek zijn los kunnen laten. Ook de weg er naartoe. Wij noemen dat vanuit Make-A-Wish de Wish Journey. Dus we hebben ook gevraagd, maak zelf je eigen kerstboom. Plak die op de ramen, zodat de kerstmannen weten bij wie langs te komen. En dat is ook al een activiteit die ze gewoon eventjes, waardoor ze eventjes het ziek zijn los kunnen laten. Hey, er is een kerstman voor mijn deur, er wordt iets gedaan voor mij. En dat is heel fijn. En die kinderen die zijn echt hun dag maakt het helemaal goed. Voor de kinderen is het door corona op dit moment extra zwaar in het ziekenhuis. Het feit dat je maar 1-2 personen per dag mag ontvangen, dat houdt in dat papa en mama er vaak wel zijn, maar broertjes en zusjes 9 van de 10 keer niet langs kunnen komen. Dus ja, het wordt echt wel een klein wereldje dan. Ho, ho, ho!